Er zit een vleugje lente in de weerkaarten de komende tijd. Met flink wat ruimte voor zon en ook relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En ik denk dat we dit tafereeltje in de loop van de week dan ook op steeds meer plaatsen zullen zien. Mensen die genieten van het vrij milde en vrij zonnige weer. Natuurlijk ook een groep winterliefhebbers die hier totaal niet op zitten te wachten. Die hebben liever nog echt wat winterweer. Maar voorlopig laten eigenlijk alle berekeningen toch wel die stijgende lijn zien voor wat betreft de temperatuur. Dit is de zogeheten pluimverwachting voor station De Bilt, een beetje het midden van het land. En hier zie je dat de maximumtemperatuur eigenlijk iedere dag een klein beetje hoger uit neigt te komen. En uiteindelijk dus rond die 10 graden ook uitkomt. En in het zuiden van het land is het zelfs nog wat warmer. Tegelijkertijd zien we wel dat we nog een paar koudere nachten kunnen verwachten. Dat heeft natuurlijk te maken met die vrij heldere omstandigheden. In de nachten kan het dan flink uitstralen en dus afkoelen. Dus her en der nog wel lichte vorst. Koude nachten dus, maar overdag vrij hoge temperaturen en droog. We hebben in de nacht naar zondag en zondag overdag wel even een flinke plens regen over ons heen gehad. Met name in een strook over het midden van het land viel op meerdere plaatsen toch wel zo'n 30, lokaal 40 mm. Dat zijn hele grote hoeveelheden. Normaal gesproken valt in een hele februari maand zo ongeveer 55 mm. Dus dat zijn echt wel flinke plensen. Dit is het kaartje voor zondag overdag alleen nog maar. En daarvoor zat dus ook nog een heleboel. Maar goed, dat is goed voor de natuur, want het grondwaterpeil is nog steeds een beetje herstellende van de droge afgelopen zomer en herfst. In december viel er uiteindelijk wel weer wat meer regen, maar januari verliep vervolgens ook weer droog. En nu hebben we dus ook weer even een wat nattere periode gehad, maar we gaan nu wel weer richting een drogere periode met een aanvoer vanuit het zuiden. Vanuit die hoek wordt droge en vrij milde lucht bij ons aangevoerd en dat resulteert de komende tijd dus in flink wat ruimte voor zon. Met name vanaf donderdag, dan wordt die wind echt zuid tot zuidoostelijk en dan zien we de zon op steeds meer plaatsen toch wel heel fraai tevoorschijn komen. En dat houdt dan ook echt een aantal dagen aan. Dus we gaan echt een hele mooie periode tegemoet met dus flink wat zonneschijn. En als je dan dit soort plaatjes erbij ziet, dan krijg je echt een beetje dat lenteachtige gevoel. En helemaal als je dan kijkt naar de temperatuur, ik verklapte het al een klein beetje in het begin. Gemiddeld in het land rond die 10 graden. Maar in het zuiden van het land, dit is de verwachting voor komende vrijdag, zien we toch op meerdere plekken zelfs temperaturen van zo'n 14, misschien lokaal 15 graden in het land. Nou, als dat geen vleugje lente is,